Stella Miracle is de Japanse variant van Stella Crown die in september uitkomt. En vandaag gaan we een blikje nemen naar de splinternieuwe Japanse boosterbox die wij hebben gekregen van Mojocards. Linkje staat natuurlijk gewoon in de beschrijving. Oh, de seal is ervan afgehaald. Ik heb geen idee wat voor pools erin gezitten. Sowieso zijn er wel weer veel van die Terra-kaarten. Als we op de zijkant kijken, zien we in ieder geval een Reboot, als ik het goed zeg. Rhyhorn, Noctowl, Duraludon als gebouwde Fidodonathon en gewoon de hele mooie Zeraora. Als we dan zo draaien, kan je de prachtige seal ervan afhalen. En zo ligt die ook gewoon in de winkel. Net als de Engelse boxen heeft deze boosterbox twee helften. En om het proces iets sneller te maken van deze opening, gaan we gewoon deze helft omtoveren naar een godpack die we bewaren voor het einde van de video. Check deze dikke stapel. En dan gaan we dan met het eerste pakje. Zover ik weet gaan Japanse packs voor 2, 3, misschien zelfs 4 euro. Niet heel veel meer dan dat. En dan komt er gewoon omdat er maar 5 kaarten per pack in zitten. Hieronder zit Grass. En ja, voor de langste tijd zitten er geen energiekaarten in de Japanse boxen, zover ik weet. Waar wel energiekaarten in zitten, is deze Build & Battle Stadium Box die ik heb gekregen van mijn vriend Jack. Dit is ook wel van Stellar Crown. Wil je nou dat ik deze box ga openmaken en misschien zelfs een vergelijking doe tussen de Engelse en Japanse Build & Battle Stadium Boxen? Laat het dan aan me weten en dan kunnen wij die video gaan maken. Echt grote shout-out naar jou, Jack. Dan beginnen we daar met een hele mooie Drifloon. Dit is gewoon de allereerste art van de Stellar Miracle Set. Klink, oké, dan moet ook een klinklang... Een klinklang in zitten. Oh, per ugly. Maar honestly, die ziet er nu best wel deftig uit in plaats van ugly. Daaronder zit een hele mooie Duraludon gebouwkaart. Dit doet me echt terugdenken aan Evolving Skies. Met gewoon een Mail Metal kaart waar je letterlijk gewoon doorheen kan kijken. Deze art is wel echt heel erg gaaf. Ik heb geen idee of holos ook hits zijn. Ik ga in ieder geval de Japanse set denk ik niet sparen. Maar het is wel een hele mooie blik naar de vette art. Grush. Oh, nou, het was wel de Grush type. Van alle Japanse unboxen die ik heb gedaan, heb ik ook nog niet een set compleet. Of spaar ik specifiek een set. Ik ben gewoon de vette art apart aan het houden. Dan hebben we daar... Wow, wat voor Pokémon is dit? Ik weet de naam niet, maar het is echt een hele mooie waterschildpad. Oh, die dief Pokémon. Ik weet het even niet. Lumineon, supermooi. Ik moet nog steeds die Brainstars art van jou hebben. Met daaronder een Vikavolt. Een... Oh, wacht. Oh nee, dat waren er al 5. Fighting. Waarom blijf ik energiekaarten zeggen? We hebben daar de Grassmaier. De Lessel, als ik het goed zeg. Ik ben over het algemeen niet heel goed bij namen, omdat ik al zo lang Pokémon kaarten openmaken en natuurlijk de game speel, weet ik gewoon dat dit onze Fletchling is. Dan hebben we daar, oh, de Basku Legion, als ik het goed zeg. Dan hebben we daar Dubbel en onder de Dubbel zit alweer niks. Wil je dus nou zelf deze boxen ook halen of gewoon losse pakjes halen? Bij Mojocards kan het. Chayabug, de Minecraftbug, Turtonator, de Arts van echt on point, echt heel mooi. En dan eerste EX. Het is gewoon... Oh, de Dachspoon! Ik vond het al zo gaaf dat ze er een baby shiny van hadden gemaakt. En nu hebben we hem ook gewoon als EX kaart. Met eronder een trainer die ik niet herken. We hebben daar de Dachspoon EX. De grote chasers zijn natuurlijk alt-arts of trainerkaarten. En vooral vrouwelijke trainerkaarten in het Japans zijn die blijkbaar gewoon heel erg veel waard. Oh, ik wou weer een energiekaart zeggen. Oeh, die ruikt wel lekker. Dan hebben we daar de... Chootle, wat een schattig poppetje. Wow, let's go. Oh mijn god, dit is Milserie. Let's go, we hebben de Milserie te pakken. En ook gewoon de laatste evolutie, de Talonflame is te pakken. Oh, wat ziek, ik had het vooral niet back-on-back verwacht. Milserie is gewoon binnen. Check gewoon hoe vet deze art is. Ik zou hier ook willen zijn. Je kan hier gewoon je eigen koekjes maken, je eigen snoepjes pakken. Als mensen maar niet die Milserie zien als een hoopje deeg en denken van, oh, hier ga ik even een pizza van maken. Oeh, onze mooie Comfy. Ik weet nog dat dat een vette kaart was in Lost Origin, die je ook nog als pre-release promo kon krijgen. Maar dat is natuurlijk de Impidimp de voorevolutie. En dan weet ik nou niet de naam van deze. Met daaronder de Klinklang. Oké, vet. En gewoon de evolutie van deze Blastoise-looking Pokémon. Oké, geen idee wie dit is. Stem. Hij is echt heel gaaf. Alright, dan hebben we daar Reboot. Joltik. Ja, een Persic. Damn, die wil ik wel door mijn bubble tea hebben. Wat lekker. En gewoon Gulpin. Oh, hoe heet de evolutie ook weer? Help me in de comments. Punch-on. Wat hebben we daar? Oh, die heb ik nodig. Het is warm. Kom, geef me wat wind. Grubbin. Ah, yo. Wow, C-A-R, Sar. Het is een Sar. Yo, deze is lijp. Maar nog wat fruit eronder. Damn. Jongens, we moeten deze kaart echt meteen in de sleeper stoppen. Dit kan er echt zo'n kaart zijn die... naar PSA moet. Deze guy is aan slapen. Er is ook een broodje gemaakt. Ze zijn allemaal heel erg alert. Ik ben heel erg benieuwd wat voor verhaal zich afspeelt in deze art. De pools worden steeds lijper. Damn, dat had ik echt niet zien aankomen. Als ik al kijk hoe mooi die kaart is, doet het me gewoon heel erg denken aan de hackende
Pennykaart. Of de Cassiopeia, of hoe je die ook noemt. In ieder geval echt een super mooie trainerkaart. Oh, Impy Dimp met dan de Grimmsnarl. Maar ik weet nog steeds niet hoe die middelste evolutie heet. En dan hebben we daar de... Oeh, ik heb jou in Pokémon Go nog gevangen laatst voor een missie. Hier staat de naam. Daar staat hij. Nummer 6 dichte pakjes. En dan gaan we over naar alweer de laatste gold pack. We hebben daar Drifblim. Oeh, de panda. Nog steeds maar 3 pools, maar wel 3 hele krachtige pools. Ik vond het ook zo vet dat we het gewoon aan het opbouwen zijn. We gingen echt van holo naar een EX, naar een illustration rare, naar een secret order. Hetgene wat het nu helemaal zou afmaken is een gouden kaart die we wel in vorige unboxings gevonden hebben. Alright, dit gaat goed. Nice. Dan hebben we daar de lantern met... Oeh, ja, gewoon een hele mooie kaart. Oh mijn god, ik weet het weer. Het is Diancie. Oh, die pak zit ook echt open als boter. Maar gaat deze pool ook boterig worden? Ik denk het wel. Ik denk dat ik iets zie. Godzifleur, mijn ogen gaan dicht. Jullie zien het. Het is... Oh, goal van Dula! En een steen. Wow, die EX's worden echt steeds gaver. Ik had geen idee dat je ook hier gewoon een Terra-Pokémon van kon maken. Goal van Dula, jij ziet er echt heel gaaf uit met al die kristalletjes om je heen. Nu moet ik jullie wel zeggen, ik wil heel graag naar Japan toe gaan. Niet alleen voor Nintendo Land en gewoon de Pokémon Center, maar ook omdat ik gewoon een heel groot fan ben van Japan. Ik wil heel graag een keer naar Hiroshima gaan. Heb je een heel gaaf museum. Dan hebben we daar Diplin. Natuurlijk gedipt in de saus. Maar je hebt ook heel veel gacha-machines. Heel de cultuur is gewoon gaaf. Ik hou van sushi. Echt alles wat je daar kan vinden is gewoon Geek City. Ik hou er heel erg van. Dan hebben we daar gewoon de Toggen de Maru. En ik zal zeker niet alleen gaan. Ik wil met mijn vriendin gaan of natuurlijk een paar van mijn beste vrienden. Dus als jullie graag willen dat ik daar wat video's maak, laat het aan me weten. Want ik wil daar zeker wel vloggen. Wat vette unboxings halen. Wat trades maken we mensen. Naar gewoon Japanse Pokémon winkels gaan. Laat het aan me weten, jongens. En ik weet niet wat je met deze kaart kan, maar het heeft te maken met die gekke schildpad water Pokémon. Oeh, Carbominable. De langste naam van een Pokémon. Electivire. En dat was het alweer. We gaan gewoon over naar het allerlaatste pakje. Zijn nou nu niet geabonneerd en hou je van Japanse openings? Check dan zeker de afspeellijst die ik in de beschrijving heb zitten. En als je even wil abonneren, zou het heel erg gewaardeerd zijn. Want we zijn bijna bij de 10k. Kom op, nog meer wind. Nog meer wind. Het is op dit moment zomer. Ik kan het gebruiken. Dan hebben we daar, wat? Nog meer van die forms. Dat is echt heel erg gaaf. Tootle. Wow. En hier zijn de pools die we uit de eerste helft hebben gehaald. Beter dan dit kan het toch niet worden. Dan moet ik je zeggen dat tot nu toe mijn favoriet toch steeds de Milcery is. We hebben daar Diplin, Rhydon. Het eerste pakje. Duraludon als gebouw. Hele vette illustratiekaart. Hoe dan? Eldegoss. Klank. Nice. Vis. Panda. Oeh, en een holo. En een holo van deze Pokémon. Dit gaat heel erg goed. Oké, okay, we hebben nu... Oh mijn god, we hebben een ace pack. We hebben een ace pack. No way, no way. Oh, wat zie ik dit. Gewoon een kristalkaart. En we hebben nog zoveel kaarten te gaan. Een gouden kaart zou het afmaken. Dan hebben we van alles wat. Ik ben benieuwd of we meer dan 4 pools uit deze box kunnen halen. We tellen voor nu de holo van die mee. Maar we hebben daar gewoon een Meditite Illustrator in. Deze is heel erg gaaf. Vooral omdat er ook nog een Chatham aan het vliegen is op de art. Wat een vette Tarzan mediterende liane Pokémon kaart. Dit zag ik echt niet aankomen. We hebben gewoon onze Ancestor. De Meditite. 2 Illustration Rares en een Ace Pack. En we zitten ineens op de helft. Dit is echt gewoon een goed voet. Situatie. Oh mijn god. Let's go. Dan hebben we daar Electivire. Oké, Impy Dimp. Oh, what the hell? De worm. We hebben gewoon de worm. De worm als EX-kaart. Dit doet me heel erg denken aan die SpongeBob aflevering waarbij SpongeBob op zo'n gigantische worm zit. Ik heb wel nog iets van een randje gezien, dus er zal zeker nog wel minimaal 1 pool in zitten. Dan hebben we daar Comfy. Oké. Joltik. Crabominable. Togedemaru. Tootle. Meditite. Duraludon. Oeh, let's go. Let's go. En het grappige is, het is bij meerdere sets gebeurd, maar omdat de Grass-types altijd als eerste zijn, gebeurt het wel eens dat Ledian, nou ja, een van de eerste kaarten is. Hier is het ook gewoon kaartje nummer 2. We hebben echt maar een klein stapeltje om erheen te gaan, dus die spannende muziek mag vanaf nu aan. Daar gaan we dan. Oeh, een Zeraora holo. Let's go. Nog een holo te pakken. De holos zijn ook wel meer aanwezig in deze helft. Ik weet niet of nou zo'n Sar gegarandeerd is uit een boosterbox, maar ik ben echt mega blij dat we die hebben gepolt. We hebben daar Tornadus. Die heb ik laatst voor het eerst gevangen in Pokémon Go door mee te doen aan een grote raid. Bij mij in de straat toevallig. Dat was echt super gaaf. Dan hebben we daar een mooie trainster. Oké, dan is daar een stuur. Milcery. Nu een andere art van de Milcery. Kom op, we zijn er bijna, jongens. Voor het leuke video laten. Wow, Lapras, dit is echt de mooiste EX-kaart die ik heb gezien tot nu toe. Je zou ook bijna niet zeggen dat dit een normale EX is. Check hoe mooi die is. Al die diamantjes die erop staan. En sparen jullie nou deze set? Laat het aan me weten, want ik heb heel veel common kaarten. Ik ga het niet sparen deze set. Dan hebben we daar de Gulpin. En daarover gesproken, ik moet er nog eentje vangen voor een Pokémon Go-missie. Maar ik kom hem echt nooit tegen. Join us ook zeker met Discord. Stuur me een DM. Want de meeste kaarten die ik hier uitpak zijn kaarten die ik kan ruilen. Ik denk wel dat ik de illustratierechts en zo wel ga bewaren. Maar vooral de common kaarten, de holo kaarten, nou ja, die hoef ik niet eens te ruilen. Die kan ik gewoon geven aan jullie, want ik hoef die toch niet. Hier zijn de laatste arts. We hebben daar een hele leuke uitziende Slowpoke. Met daaronder een Noctowl holo. En de
al creamy. We eindigen gewoon met heel veel cream. Wauw. Neem een kijkje naar alle ultra-rares die we uit deze opening hebben gehaald. Als je aan mij vraagt welke helft nou beter heeft gepresteerd, moet het wel de eerste helft zijn vanwege deze hele vette trainer full art secret kaart. Vond je het nou een leuke video en zijn je nou net als ik benieuwd naar de Stellar Crown set? Abonneer dan op mijn kanaal, want binnenkort komen hier ook hele vette openingen van online en wij gaan gewoon door totdat de set compleet is. Ik vond het in ieder geval super leuk om alvast een voorproefje te hebben in de prachtige arts die Pokémon ons vanaf september te bieden heeft. En klik ook zeker op mijn Japanse box afspeellijst en dan zie ik jullie graag de volgende keer. Laters, fijne dag, love you en tot snel. Wow!